Vandaag vissen we in stromend water op snoek. Dat gaan we doen met doodaas. Ik maak ervoor gebruik van een stevige spinhengel, 32/100ste aan lijn, een niet al te grote snoekdobber, zelfgemaakte onderlijn met een klein vlijmscherk drechtje en als aas maak ik gebruik van kleine dode vorentjes. We vissen op een hele eenvoudige manier. We haken het vorentje in de rug dat we direct aan kunnen slaan. Het is het idee om de snoek terug te zetten namelijk. En we vissen in de stroom, maar ook op de plekken waar de stroom zeg maar net niet loopt. Zoals jullie zien, hier onder deze bomen heb je een aantal stukken die wat draaien. Het water draait daar een beetje. Het water ligt daar wat stil, net naast de stroom. En dat zijn juist de plekken waar de snoek ligt te wachten. Nou, het ziet er goed uit. Niet al te warm weer. Het water is veelbelovend. We gaan eens even kijken of we hier een mooie snoek kunnen vangen. Er eentje aan. Een snoekje. Hoppakee. Geen al te grote snoek. Toch leuk om te vangen. Gaan we eens even bekijken. Mooie snoek gevangen met doodaas hier in Frankrijk. Dobber 30/100ste, stevige spinhengel. En de stroming deed eigenlijk de rest. Door je voren mee laten drijven. En op een gegeven moment ging de dobber onder. Natuurlijk wel even netjes binnen 10 seconden aangeslagen. Om te zorgen dat de haak een beetje voor in de bek zat. En prachtige vis, super omgeving. En we gaan deze jongen eens even netjes terugzetten waar hij hoort. In het water mag hij nog wat doorgroeien. En dan hopen we hem over een aantal jaar nog te vangen. Hopsakee, there you go. Prachtige snoek. Heel mooi, super water, prachtige tekeningen, heel mooi beestje. En dan gaat hij weer. Hupsakee. En weg is die.